Dit is De Kletspet, met elke week weer drie vragen over één of meer actuele onderwerpen. Door de gigantische stijging van de energieprijzen waarschuwt onderzoeksorganisatie TNO voor energiearmoede bij meer dan 500.000 huishoudens. Wat doet u allemaal om geld te besparen op uw energierekening? Ik heb zonnepanelen. Ik heb een elektrische scooter. En elektrisch fietsen. Dus ja, dat is heel veel besparing, om het zo maar te zeggen. Op tijd in ieder geval alles uit. Dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Gewoon zorgen dat je stekker niet continu aan het opladen is met telefoon. Want dat zit er altijd in bij ons, eerlijk gezegd. Dus die trek ik er nou iedere keer maar uit. En met de computers ook eigenlijk. Die soort dingen. Maar veel meer kan je eigenlijk niet bezuinigen. Je alleen stekkers eruit halen. En zorgen dat licht niet overal brandt. Maar de kinderen zijn de deur uit. Dus dat hebben we niet meer van toepassing. De thermostaat naar beneden zetten. In plaats van 25 naar 21. En 's morgens vroeg aan en dan even uit en 's avonds op tijd weer uit. En we doen er nog meer. Moet ik echt over nadenken, ja. Mijn kozijnen vervangen voor kunststofkozijnen met dubbel glas. Mijn verwarming op een constante temperatuur houden. Niet dat ik hem 's nachts uitzet en 's ochtends weer aan, want dan moet hij te veel loeien. En met name in de winter mijn rolluiken goed op tijd dicht doen, dat de warmte goed binnen blijft en op tijd mijn open haard aan. Een beetje zuinig zijn met inderdaad de verwarming niet heel hoog. Ik heb makkelijk last van kou met mijn handen door mijn spieren. En dan gebruik ik meer hittepit of zo uit de magnetron. Dat soort dingetjes. Ja. Nou, wij hoeven niet echt veel te doen. We hoeven alleen maar de kachel elke dag anderhalf uur later aan te zetten. En voor de rest, dat zit allemaal bij ons in de huurprijs inbegrepen. Dus voor de rest hoeven we daar niet naar te kijken. Nee, en wij hebben elektriciteit, geen gas meer. Wanneer mag er volgens u weer extra gas in Groningen worden opgepompt? Of kiest u liever voor Russisch gas? En waarom? We zitten met de gevaren van het wegzakken van de grond, gevaren van de huizen. En het wegpompen van gas moet wel op een veilige manier gebeuren. Als dat niet kan, ja, dan moeten we over op elektrisch en zonnepanelen en windmolens. Dat is mijn mening. Ja, dat is een vraag wat een heikel punt is. Dat durf ik eigenlijk geen antwoord op te geven. Want Russisch, dat moeten we eigenlijk ook niet hebben. Want er moet helemaal door allerlei zee en noem maar op. Moet dat getransporteerd worden, dus dat is eigenlijk ook niet de oplossing. Russisch gas wordt ook duurder natuurlijk, hè? Als die hier naartoe moet komen, dan zou ik zeggen, hou het maar hier. Dan kies ik toch voor Russisch gas. In Groningen moeten ze eigenlijk stoppen met de gas, omdat daar te dicht bevolkt is en de huizen daar te veel beschadigd kunnen raken. Rusland is een groot land, dus daar hebben ze ruimte zat om daar gas te pompen, vind ik. Russisch gas, omdat de mensen in Groningen genoeg hebben geleden aan de verzakkingen en dat kan niet meer. We moeten eerst maar eens goed oplossen in Groningen, compenseren. Eigenlijk geen van tweede, want er is elektriciteit, die is op het ogenblik veel goedkoper. Dus mensen, wees wijs, koop elektrisch. Hoe blij bent u met uw huis en hoeveel mensen kent u die vanwege de woningnood niet aan een woning kunnen komen? Die niet aan een woning kunnen komen wegens woningsnood, dat is triest. Nederland is daar wel mee bezig. We zijn ook druk bezig om huizen te bouwen. Heel veel woningen te bouwen. En de huizen die zijn veel te duur voor de starters. Dat is een groot probleem. Gaat je huizen verkopen naar beneden en worden huizen goedkoper, dan kan de jonge instarters ook makkelijk instromen. Als de huizen goedkoper worden gebouwd. Ik ken er eigenlijk niet zoveel die geen woning kunnen vinden, maar mijn kinderen hebben allemaal een woning en familie ook. Dus eigenlijk is dat bij ons niet zo voor toepassing, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat er heel veel woningnood is, vooral voor de jeugd wat eraan komt. Dat wordt alleen maar erger, denk ik, want ze bouwen veel te weinig. Dus helaas te weinig. Nee, daar ken ik verder niemand. Mijn kleindochters zijn nog niet daaraan toe.
En ik woon al zelf 52 jaar in hetzelfde huis dus. En ik wil daar niet weg, dus ik ben er heel tevreden mee. Ik ben heel erg blij met mijn woning, met mijn koopwoning. En ja, ik ken eigenlijk geen mensen die niet aan de woning kunnen komen. Nee, in mijn omgeving, in mijn vriendenkring heb ik geen mensen die in woningnood zitten. Ik ben heel tevreden over mijn woning in Oosterhout. En ja, het is een groot probleem, hè? En vooral voor jonge mensen en mensen die een eerste huis willen kopen. Ja, dat is wel een heel groot probleem, denk ik. En ja, ik ben gewoon een huurder en dat vind ik prima. Maar als je jong bent en je wil een huis gaan kopen, ja, dan valt dat niet mee, denk ik, op dit moment. Dus ja, ik zie ook niet 1, 2, 3 een oplossing, want je ziet nu ook tegenover mijn huis ook, zijn ze ook aan het bouwen. Maar dat ligt ook behoorlijk stil, omdat er gewoon geen grondstoffen zijn. Dus het is niet zomaar opgelost, denk ik. We zijn wel blij met onze nieuwe woning, maar dat er veel mensen gigantisch aan woningnood zitten. Daar snappen wij alles van, ja. Want wij komen ook uit een woning die slecht is geweest. Dus, en wat we nu hebben, ja, dat is voor ons een paleisje. Ik kan er niks anders aan toevoegen.